Paul Vender, kunstenaar, 31 jaar, woonachtig in Warmond. Ik ben eigenlijk al mijn hele leven van jongs af aan bezig met de kunst, tekenen en schilderen. Het is altijd voor mij een hele belangrijke bron van, geweest om mijzelf te uiten. En ik ben hier mee, met de schilderijen die op, in deze tentoonstelling hangen, mee begonnen in 2004. Je zou kunnen zeggen dat de schilderijen een weerspiegeling zijn van mijn gedachten. Het is een combinatie van een hoop elementen. Een combinatie van beelden die ik in het dagelijks leven gezien heb. Met betrekking tot gebouwen die ik buiten gezien heb. Mensen, voorwerpen, dieren, voertuigen en dergelijke. En ja, al die gedachten die ik daarover heb, die combineer ik dan met elkaar in combinatie met mijn fantasie. En ja, daar komt dit uit voort. En, het is deels ook gebaseerd op de oude glas- en loodkunst. Vandaar het gebruik, vandaar dat ik gebruik maak van heel veel verschillende soorten kleuren. En de zwarte omlijning. En het heeft ook iets weg van de stripkunst. En ja, wat drijft mij eigenlijk om dit te maken? Dat, ik zou kunnen zeggen dat het voor mij een hele belangrijke manier is om mijn visie op de wereld weer te geven en om dat te delen met anderen. En terwijl ik zo'n schilderij maak, dan voel ik mij als het ware ook de schepper van de wereld die ik creëer. Een soort ja, god als het ware. En dat geeft mij een heel groots gevoel van euforie. Ik kan niet echt zeggen dat ik een specifiek iemand als voorbeeld heb, want ik houd mij eigenlijk nooit zozeer bezig met wat andere kunstenaars maken. Ik ben eigenlijk voornamelijk hoofdzakelijkerwijs gericht op wat ik zelf maak en het ontwikkelen van mijn eigen stijl. En derhalve heb ik ook niemand anders als voorbeeld. Ik kijk ook niet tegen andere kunstenaars op.